Het lijkt al een miljoenenjacht op de Gouden Envelop, maar dat is het niet. We zijn hier namelijk om Erik de Vogel te verrassen. Hij is hier backstage aan de, bij GTST. Wij mogen bekendmaken dat hij is genomineerd voor een zilveren televisiester voor de beste acteur. We moeten heel voorzichtig zijn, want als Erik ons zo ziet, dan is de verrassing ervan af. Moet je even de confetti zien. Kosten nog moeite worden hier gespaard. We gaan het zelf over Erik heen gooien. Ja, het is ook jarig. Geheimzinnig, hè? Gaat het goed? Ja! Erik, hey. Frank Boulevard. Ja. Genomineerd voor de straatprijs. Zilver, ach, wat leuk. Nou, dat is fantastisch. Hier zitten we, gefeliciteerd Erik. Ja, dankjewel. Genomineerd, confetti. Ja. Nou, dit is uitgepakt. Een feestelijk moment. Ja. Hoe voelt het? Nou, dat voelt toch heel goed hoor. Ja, en ik ben uit mijn werk getrokken. Ik zit nog in mijn Ludo-pakje. Ja. Maar dat is voor een acteur is het natuurlijk altijd leuk als je nou, het is een nominatie. Hè? Ja, je bent er nog niet. Nee, maar nee. Het voelt wel als een eerbetoon. Dus dat is, ik ben er heel tevreden mee en heel blij mee. En Arjen Lubach heeft natuurlijk zijn steentje bijgedragen met die fantastische promo ineens. Zondag met Lubach steunt Erik de Vogel voor de zilveren televisierster voor beste acteur. Zijn niet de waarheid nu. Ik ken Arjen niet persoonlijk, maar ik hoop dat in de toekomst toch hem eventjes te kunnen spreken waarom hij het in zijn hoofd heeft gehaald om mij daarvoor uit te kiezen. Want it could have been anybody. Ja, hij is natuurlijk Ludo-fan, denk ik. Elk e-mailadres telt. En stem op niemand anders dan Ludo Sanders. En 22 jaar speel je geloof ik nu in GTST, klopt dat? Ik kwam in het seizoen 95-96, dus dit is het 22e seizoen. Je speelt de bad guy. Is dat nou, heeft hij ooit prijzen gewonnen eigenlijk? Kan je dat herinneren in die 22 jaar? De bad guy? Ja, dat hij de beste zakenman van Meerdijk werd of zo. Nee. Een aantal jaar geleden is Art Royakkers hier geweest om mij te verrassen met de bad guy trofee. Ja. En dat, ik weet niet wat voor prijs dat was, maar volgens mij een opleuk prijs voor het gala of zo. Ja, maar deze, daar was ik ook heel blij mee, dat was ook heel leuk. Ja, deze is natuurlijk heel feestelijk. Ja, en je vrouw is natuurlijk ook heel trots, want ze had het al gedeeld natuurlijk, dat we op jou konden stemmen. Ja, dat hoe vindt hij het, denk je? Nou, dat vindt ze ontzettend leuk natuurlijk. Ja. En zij was vorig jaar trouwens ook een bij de laatste drie, geloof ik. Oké, net niet genomineerd, geloof ik. Maar dat is voor een acteur altijd heel erg leuk natuurlijk, als je op de een of andere manier bedacht wordt door de kijkers. In de speech straks, stel dat je wint, heb je al wat in je hoofd? Wie ga je dan bedanken? Wat ga je dan zeggen? Nou, daar ga ik nu nog niks over zeggen, maar ik weet wel wie ik ga bedanken. Ja? Ja? Heb je dan een briefje of gaat het uit je hoofd? Nou, ik probeer altijd bij alles wat ik doe het uit mijn hoofd te doen. Goed, dus misschien dat er nu een briefje bij komt, dat weet ik niet. Als de zaal heel intimiderend overkomt, dan zal ik misschien teruggrijpen op een briefje. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Nee, je weet het nooit. Nou, richt je nog even op de fans. Bedank ze. Dag lieve fans. Hier zit ik dan, Erik, in het pakje van Ludo. Dit is de nominatie voor de televisier, de zilveren steracteur. Daar ben ik jullie publiek natuurlijk in de eerste instantie ontzettend dankbaar voor. Dus nogmaals, hartelijk dank. En ik hoop jullie weer tevreden te stellen door, als de avond daar is, dan ook echt de ring aan mijn vinger te kunnen doen. Ja, oh, dat wordt leuk. Maar nu moet je weer de opnames in, hè? Ja, ik moet snel terug. Wat is de scène? Oh, dat mag ik nog niet zeggen. Oh, dat moeten we. Oh, nou, dan win je hem helemaal. Ja. Hey, gefeliciteerd. Leuk. Doeg.